Welkom bij de extra les van het Filmlab. In deze les leren we je wat kinderrechten zijn en hoe je een goed verhaal schrijft voor een film. Het belangrijkste voor het maken van een goede film is niet heel veel geld of beroemde filmsterren. Nee, de basis van een goede film begint met een goed verhaal. Daar heb je natuurlijk wel wat ideeën voor nodig, maar daar gaan we je gelukkig mee helpen. Voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival is het thema, je raadt het misschien al, kinderrechten. De kinderrechten in Nederland zijn voor de meeste kinderen goed geregeld. We leven in Nederland ook in een open samenleving. Dat houdt in dat je mag zeggen wat je denkt, geloven wat je wilt, maken wat je mooi vindt en informatie kunt zoeken waar je maar wilt. En in zo'n open samenleving spelen kinderrechten ook een belangrijke rol. Onder het thema kinderrechten vallen heel veel onderwerpen. Het lijkt misschien moeilijk, maar dat valt reuze mee. Omdat bijna alles wat je doet, of juist niet hoeft te doen, bijvoorbeeld de hele dag in de fabriek werken, voorbeelden zijn van kinderrechten. Dat jij nu op school bent of thuis dit via internet bekijkt, dat je straks een appel gaat eten in de pauze, vanavond nog een knuffel van je vader of moeder krijgt, of moe bent van buiten spelen, allemaal voorbeelden van kinderrechten. Deze kinderrechten zijn opgeschreven en op 20 november 1989 vastgelegd door de Verenigde Naties in New York in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In het verdrag staan 54 afspraken over kinderrechten en het verdrag zelf. Ik wil je nu 10 kinderrechten laten zien. In totaal beschrijven we op de website zo'n 15 kinderrechten. En als dat nog niet genoeg is of je wil nog meer over weten, dan kun je ook op de button klikken die naar www.unicefenjij.nu gaat. Ik denk dat je nu al aardig wat ideeën hebt voor een goed verhaal. Maar hoe kun je die ideeën nu omzetten in een verhaal waar we dan ook een film van kunnen maken? Een verhaal begint altijd met een goed idee. En het belangrijkste wat je daarvoor nodig hebt is fantasie. En laat dat nu toevallig net iets zijn wat kinderen vaak veel meer hebben dan volwassenen. Op de website kan je een verhaalschema downloaden, maar je kunt het ook heel simpel zelf maken. Je pakt een vel papier en schrijft bovenaan verhaalidee. Gevolgd door begin, midden en eind. Als je een goed en kort verhaalidee hebt, schrijf dat in 2 zinnen bovenaan bij verhaalidee. Daarna kun je jouw idee verder uitbreiden door bijvoorbeeld de 5 W-vragen te stellen en te beantwoorden. De 5 W-vragen zijn: wat kan er gebeuren met bijvoorbeeld de hoofdpersonen, waardoor het verhaal spannend, grappig of interessant wordt? Waarom gebeuren al die dingen? Waar speelt het verhaal zich af? Wie spelen erin mee? En wanneer speelt het verhaal zich af? Je hoeft niet op alle vragen antwoord te hebben, maar het kan je helpen je idee verder uit te werken. De standaard opstelling van een verhaal is dus begin, midden en eind. In het begin gebeurt er iets in het verhaal. Deze gebeurtenis wordt in het midden verder uitgewerkt en op het einde laat je zien hoe het verhaal afloopt. Je schrijft je verhaal in 1 kantje op papier. Het thema is belangrijk, maar dat hoeft er niet overdreven dik bovenop te liggen. Je verhaal mag natuurlijk spannend zijn, maar verhalen met geweld, boeven en horror vinden we meestal niet zo geschikt. Het uitschrijven van de dialogen is ook niet nodig, omdat hetgeen de acteurs kunnen zeggen tijdens de opnames ter plekke worden bedacht. Het verhaal kan individueel of klassikaal worden geschreven. Als de filmcoach van ons filmlab jullie komt helpen, dan stuurt de leerkracht het klassikale verhaal of de 3 beste individuele verhalen door naar de filmcoach. Soms kan alleen al het korte verhaalidee genoeg zijn om een superleuke film te maken, dus als je denkt niet zo'n goed verhaal te hebben, kan het reuze meevallen. Onze filmcoach zorgt ervoor dat er een goed werkbaar script komt, wat in 1 dagdeel opgenomen kan worden. Ik zie ernaar uit om jullie verhalen te lezen. En denk er wel aan dat de kans groot is dat het verhaal wat je nu gaat opschrijven straks in een echte bioscoop in première gaat. Het is gewoon heel gaaf om hier te zijn. En dan straks je gezicht op dat beeld. Ja, het is gewoon echt heel gaaf. Nou, kijk nog even goed in het filmlab rond. En wie weet zie ik je misschien wel in een van de bioscopen bij jullie in de buurt. Tot ziens!